Het leukste vond ik nog, dat vond ik, dat vond ik ook een beetje, um, dat greep mij ook best wel aan, dat jullie aan het water zaten ja. en dat, dat jij aan Matthijs vroeg, heb je vrienden? Ja. En dat hij, dat hij zegt, ja, ik vind dat fenomeen iets wat overtrokken, ja. zei hij tegen jou. Ja. Ik, ja, dat, is, dat, 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 dat klopt. Ik weet niet, dat heb ik niet echt. Nee. En toen begon jij over het feit, zijn wij, dan, zijn wij dan nu vrienden? Zijn wij dan nu vrienden? Toen zei hij, nou ja, oké, okay, vrienden niet, maar we zien elkaar wel vaak. Ja. Maar dat vond ik best wel bijzonder, want hij is toch 60 geweest. Ja. Nou ja, als 60 jaar, dan huid je toch altijd wel drie, vier goede vrienden aan. Maar wist jij dat het zo'n lul was of niet? Nou, ik vind het ook niet zo'n lul. Vind jij hem een lul? Nee, ik vind, ik heb hem in alle keer dat ik hem meegemaakt, vond ik hem altijd heel aardig. Nee, omdat gezet, jij dus... vraagt van, wist je dat het een lul was? Nee, ja. Kijk, ja, je, je moet sensie... even wennen aan zijn. Nee, je moet <laughs> wennen aan zijn vraagstelling. Ja. 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 De essentie is natuurlijk dat er op een gegeven moment allemaal verhalen naar buiten zijn gekomen, waar nogal wat mensen ja. aangeslagen hun verhaal hebben gedaan ja. en een beeld hebben geschetst van iemand die een <tus> heel andere indruk maakt dan die we altijd op tv van hem hebben gezien. Ja. Heb jij die kant van hem gezien? Nee, nooit. Nee, ik heb altijd heel fijn met hem gewerkt. Alleen ook in... Uh, ja, we maken natuurlijk wel een ander uh, programma. We, zijn in we werken wel hard. We staan s'morgens vroeg op. En we Hoe maken... lang zit je daar? Dag of vier? La uh, nee, 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 nee. We maken vier... Uitzendingen van een uur en wij zijn ongeveer drie weken in Parijs. Oh, okay. En al die keer... want het was één keer dat jullie gevochten hadden, toch ik? Het was één incident. We hebben één keer gevochten toen ja. hebben we keihard ingegrepen. Nee, uh, ja, dat lees ik dan ook terug. En dat vind ik dan wel jammer, omdat uh, uh, Want er wordt dan gezegd er is onderzoek gedaan en er is dan een incident geweest in Parijs. Maar er is in Parijs dus niks gebeurd. Nou, niet met jullie, hè? er is genoeg in Parijs gebeurd. Maar nee, in jullie, Parijs ja, de ja. laatste tien jaar sowieso. Ja. Maar uh, nee, kijk wat het is als je met zes gasten in een hostel zit. drie weken lang. Daar heb je op familie uit je, daar heb je op team uit je. Als jullie vier dagen in het koerhuis zitten, dan krijg je ja, ook zeker. even stress. Daar hebben wij nee. nooit last van, hoor. Nee, ja, jullie nooit, nee. maar normaal gesproken. Ooit. Kijk, dan vallen er een keer woorden. En als die vallen, ja, wat, wat je dan doet, dan praat je dat uit. Dus dat is ook gebeurd. Dus dat kan ik wel zeggen. Van, er vallen is woorden die worden uitgesproken. Maar dat is het. Maar er hoeft er niemand op zijn knieën excuses aan te bieden. Nee, nee, maar, nee, maar, nee, nee, maar dat vind ik dus wel echt jammer. Omdat nu uh, wordt dat in één keer op die hele hoop van, uh, van DWDD en zo gegooid. En dan denk, dit is dan mijn mini verdrietje. Want voor die mensen met een burn-out is het allemaal veel erger. Maar dat vind ik dan wel jammer. Dat ik denk, we maken. Zo'n mooi programma, al zei ik het zelf hoor. Ja. waar veel mensen plezier van hebben. Zeker. Ja, dan, dan wil ik dat wel gezegd hebben: dat er in Parijs niks gebeurd is. Nou, dat is duidelijk. Dank je daarvoor.